Ben je op zoek naar een nieuwe keuken? Kom dan langs bij Keukenstunter Goringhem. De nieuwste keukenstijlen en beste merken vind je bij ons in de showroom. Bij ons een nieuwe keuken aanschaffen is automatisch een percentage sadaka naar een goed doel. Voor een afspraak kijk je op www.keukenstunter.com/afspraak. En kies voor de afspraak voor specifiek locatie Goringhem. U bent van harte welkom. Na succesvolle jaren in Eindhoven opent Arabia ook haar deuren in Amsterdam. Wil jij privacy en heerlijk eten in een van de meest vrouwvriendelijke restaurants? Bezoek dan Arabia. De familieplek bij uitstek. Natuurlijk is er ook een gebedsplek. U bent meer dan van harte welkom. Kijk op onze website www.arabia.nl. Geleden zeggen, wie is nou beter? Hoor al-Ain? Ja. Het is interessant om te weten. Van het paradijs? Hoor al-Ain of jouw de vrouw. Of jouw vrouw die uiteindelijk het paradijs binnenkomt. Ja. Heel veel geleden zeggen, deze vrouw. De vrouw die hier op aarde is veel beter qua schoonheid, qua karakter. Is veel beter dan Hoor al-Ain zelf. Het mooiste waar je het intens van geniet in het paradijs is niet van de huizen, is niet van het eten, is niet van die honing, van de wijn. Nee, Allah subhanahu wa ta'ala zien. Stel, ik ben in Jannah en ik zie bijvoorbeeld mijn vrienden niet of mijn familieleden niet. Of zal mijn Jannah daardoor minder zijn als ik denk van waar is mijn kind of waar is mijn opa of waar is mijn... Welkom bij Privé Spa Mystic voor de echte wellnessbeleving. Heerlijk ontspannen in een veilige omgeving. Bij ons staat kwaliteit, privacy en hygiëne zeer hoog in het vaandel. Alles is speciaal ingericht voor uw wensen. Boek nu snel uw privéspa en ga naar onze website www.spamystic.nl. Welkom bij de Luxe Gordijnen, de gordijnen-specialist van Nederland. U kunt rekenen op de beste service en de mooiste gordijnen. Onze eigen atelier voor topmaatwerk. Bekijk onze showroom voor meer inspiratie. U bent van harte welkom. Kijk op www.deluxegordijnen.nl. Assalamu alaikum, broeder Rafiq. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alles goed? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja, inderdaad. Barakallahu fik, broeder. Broeder, we hebben twee video's met elkaar opgenomen. De eerste video ging over wat gebeurt er eigenlijk nadat je sterft. Dus vanaf het graf tot aan al-Jannah, inshallah. Ja. Of naar de hel, al-Iyadu billah. Ja. De tweede video was de beschrijving van Jahannam, van de hel. Ja. En ja, we moeten de mensen natuurlijk ook een klein beetje hoop geven. Ja, de derde video, inshallah, van beschrijving van al-Jannah, het paradijs. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ik ben toch blij, broeder Salahuddin, dat je toch de keuze hebt gemaakt om toch een interview hierover te houden, omdat het zo belangrijk is. Anders lijkt het dat de islam alleen bestaat uit de hel, bestraffing en dergelijke. Ja. Maar om balans te houden, moet je toch het hebben over het paradijs en de beschrijving daarvan. Maar ook in navolging van de Koran, in navolging van de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm. Je ziet dat Allah subhanahu wa ta'ala daar balans in houdt. Hij vermeldt heel veel verzen over de hel, maar ook heel veel verzen over het paradijs, de beschrijving van het paradijs, de mensen van het paradijs en dergelijke. Dus het is goed om die balans ook naar onze kijkers. Om de balans, zeer zeker. Om natuurlijk de interesse van mensen aan te wakkeren, de hoop aan te wakkeren bij mensen om te streven naar het paradijs, om te hopen naar het paradijs, hun hoop te versterken naar het paradijs. De hadith hebben, de Allah subhanahu wa ta'ala heeft het paradijs beschreven. Nabi sallallahu alaihi wa sallam ook. Mm-hmm. Ook echt in details, uitvoerig. Maar het blijft bij een beschrijving. Dus je kan je niet voorstellen. Dus als het gaat echt om de werkelijkheid, de realiteit. Je kan je niet voorstellen wat er in het paradijs is. Het enige wat wij eigenlijk te horen krijgen is een beschrijving. Hoe dingen eruit zien, de kleur van dingen. Ja. Maar de echte beleving, de echte smaak, de omvang. Dat kun je niet voorstellen. Allah subhanahu wa ta'ala of de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt ook. Er is een paradijs wat een oog nog nooit heeft gezien. Ja. Wat een oor nog nooit heeft gehoord. En wat je niet kan voorstellen. Je kan je niet fantaseren wat een paradijs is. Je kan, zelfs die fantasieën gaan niet op. Waarvan ik denk, dit zal het paradijs zijn? Dat is het niet. Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Dat is het niet. Om te beginnen is Allah subhanahu wa ta'ala het paradijs geschapen. Mm-hmm. Het paradijs bestaat al. Ja. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het Jannah beschreven. Nabi sallallahu alaihi wa sallam ook heeft het Jannah beschreven. Om terug te gaan naar die Sirat. Dus dat was in de tweede video. Legde ik uit. Nee, in de eerste video. De eerste hadden we het over de Sirat, die brug. Die laatste brug van de mensen die naar Jannah of naar Jahannam gaan. Die brug toch? Is eigenlijk boven de hel. Oeh, ja. Die wordt gespannen boven de hel. Dus iedereen zou eigenlijk de hel moeten oversteken op die brug. En als. En dan zijn dus diegenen die de overkant bereikt, zijn alleen de gelovigen.
Alleen de gelovigen. Er zullen zelfs de zondaren, de grote zondaren die zijn, komen te sterven zonder berouw, zonder de tobe. Ja. Sommigen zullen met de wil van Allah zullen erin vallen. Maar als je erin valt, kom je in de hel. Kom in de hel, ja. Maar de zondaren onder de muwahidin, diegenen die het tawhid hebben gerealiseerd. Die in de eenheid, Allah, van, die in de eenheid van Allah, het monotheïsme hebben geloofd. Die zouden de overkant niet kunnen bereiken. Maar uiteindelijk blijven ze tijdelijk daarin. Maar diegenen die uiteindelijk de overkant bereiken, daar wacht hun een andere brug, heet Al-Kantara. Een andere brug die is tussen de hel en tussen het paradijs. Ja. Wat is de bedoeling van de brug? Deze brug wordt zeg maar de harten schoongemaakt, gereinigd, gezuiverd. Dus de voordat ze het paradijs binnentreden, moeten ze helemaal van binnen gezuiverd zijn. Schoon. Helemaal schoon, helemaal zuiver. Ook de gevoelens, geen haat, geen nijd. Geen wrokgevoelens, helemaal zuiver. En dan dus kunnen ze pas het paradijs binnentreden. Bepaalde jaloezie, bepaalde gevoelens, bepaalde dingen. Dat wordt allemaal vereffend, weggehaald, weggenomen door Allah subhanahu wa ta'ala. Op die brug vindt het plaats, voordat ze zeg maar het paradijs binnentreden. Maar ook de hoedanigheid door de mu'minen subhanallah gebracht worden in groepen. Zoals je weet, de groepen, dat zijn vaststanden bij elkaar, mensen die bekend staan om hun gebeden, verplichte, maar ook vrijwillige gebeden. Naast elkaar moeten sadiqeen, diegenen die liefdadig zijn, bekend staan om liefdadig. Allemaal in groepen zullen ze verzameld worden, maar ook subhanallah, ook rijden. Ze komen niet lopend, subhanallah. Je wordt geschaard in groepen. In groepen. De stempel die jij hebt gekregen. Stel je voor dat jij bijvoorbeeld heel je leven lang veel gevast hebt. Ik noem maar iets. Ja, is dat bekend om het vasten. Voornamelijk om het vasten. Ja, je zal geschaard worden in groep van vastenden. En die hebben ook een eigen poort, subhanallah. De Bab al-Sa'imin heet ook Rayyan. Alleen vastenden. Dus Bab al-Rayyan zijn voor de mensen die hier op aarde. Vastenden. Die waren staan tien op vasten. Vasten, alleen om vasten. Subhanallah. Je hebt het bab van jihad, het bab mujahidin, speciaal mujahidin. Je hebt het bab van zaka, het bab van siyam, sadaqa en ga zo maar door. Natuurlijk komen ze aan en zullen ze aankloppen. Maar er wordt niet opengemaakt. Kloppen de deur van het paradijs. Paradijs, ja. Wachtende op de eerste die mag aankloppen. En voor wie eigenlijk het paradijs open gaat als eerste. En dat is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paradijs gaat voor niemand eerder. Naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij zal diegene zijn die als eerste aanklopt. Mm-hmm. En voor hem zal het eigenlijk opengemaakt worden. Voor hem, voor niemand anders. Echt voor de hele mensheid? De hele mensheid. Vanaf Adam? Vanaf Adam. Niemand. Voor niemand zal de poorten van het paradijs opengaan. Alleen voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij zal aankloppen. En de melk, de wachter van het paradijs, die zal zeggen, wie is aankloppen? Hij zegt, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij zegt, voor jou ben ik opgedragen om voor niemand voor jou open te doen. Opgedragen door Allah subhanahu wa ta'ala om voor niemand voor hem open te doen. En dan zal hij de poort open doen en zal Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de eerste zijn die het paradijs binnentreedt. En omdat wij volgelingen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn, zullen wij ook als eerste van alle gemeenschappen, zullen wij als eerste het paradijs binnentreden. En onze geliefde profeet, vrede zij met hem, sallallahu alayhi wa sallam. Toen die de hemelvaart maakte, of is hij al een keer in Jannah geweest? Of? Ja, Nabi sallallahu alayhi wa heeft het Jannah inderdaad gezien. Ja. En vandaar dat hij het kon beschrijven. Hij heeft het gezien tijdens de hemelvaart. Ja. Tijdens de Isra al-Mi'raj heeft hij het gezien? Tijdens de Isra al-Mi'raj heeft het gezien. Hij ontmoette de profeten. Nabi Ibrahim bijvoorbeeld, de zevende hemel, kwam hij hem tegen. Hij zag Ibrahim. Ibrahim sprak tot hem. Ibrahim zei, doe jouw umma de salam, doe jouw umma de groeten. Dus umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ja, ja, ja. En vertel hen dat de Jannah, haar grond is goed, is vruchtbaar. Haar water is zoet. Ja? En het is geschikt om het te verbouwen. Dus om te gebruiken als akkerbouw. En ze zeggen, om het met bomen te beplanten, kun je zeggen, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kijk, als het gaat om bomen, je hoort bomen, er is een rivier, er is water. Het enige wat er overeenkomt met datgene wat een Jannah is en het dunya in deze wereld, zijn de namen. Alleen de namen komen overeen. Maar de hoedanigheid, de smaak, de eruitziet, de kleur, zijn verschillend. Dus een boom met haar stam van goud, van parels. Je vrucht, je haalt vrucht weg en dan groeit meteen een nieuwe vrucht terug. Goud van goud, een boom, een stam. Helemaal dicht gegroeid, helemaal volgegroeid. Je ziet soms, stam zien het is door te veel vruchten. Terugkeren naar onze geliefde profeet die dan voor hem de deur wordt geopend. En hij mocht
Als eerste naar binnen. En vervolgens zijn umma. En dan vervolgens zijn umma mag naar binnen. En dat zijn paradijs. Wij, inshallah. Dat zijn wij. En dat is een eer om een volgeling te zijn van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus eerder dan de volgers van Musa. Kijk, wij zijn als laatste van alle gemeenschappen. Ja. Ja? Kijk, Joden zijn voor ons, christenen zijn voor ons. Ja. Wij zijn als laatste umma gekomen en wij zullen als eerste het paradijs binnentreden. Dus, dat is omdat wij geloven in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de beste schepsel. Meest geliefde profeet bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dus Allah heeft Mohammed zo hoog gezet, dat ook zijn umma daarvan profiteert. Profiteert van die hoge positie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zijn plaats bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dus, en ja, al-Jannah, zoals je weet, het heeft verschillende poorten, gradaties. De hoofdgradaties zijn er 100. En de Firdaus is de hoogste? Het Firdaus is de hoogste. Ja. En boven de Firdaus als dak, vergeet als dak, dat is de Arsh al-Rahman, de troon van Allah subhanahu wa ta'ala, van de meest barmhartige. Dus de dak van de Firdaus is de Arsh, de troon van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus de Arsh van Allah subhanahu wa ta'ala, dan heb je de Firdaus. En dan honderden. En dan 100 graden. 100 lagen. Dus tussen elke laag is een afstand als een afstand tussen hemel en aarde. Maar kunnen wij Jannat al-Firdaus halen? Kan dat? Je kan Jannat al-Firdaus halen zonder meer. Waarom maar wij zijn, toch wij zijn geen NBA, wij zijn niet Abu Bakr. Maar je kan al-Firdaus halen en daarna streven. En zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt, als jullie Allah vragen, vraag hem Jannat al-Firdaus al-A'la. De allerhoogste paradijs, dat is al-Firdaus. Vraag hem dat. Dus streef naar de allerhoogste. Maar als we in de Jannah komen, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, met onze daden, met de genade van Allah subhanahu wa ta'ala, hebben we daar een huis? Hebben we daar, wonen we daar? Hebben we daar, zoals hier, kinderen? Hebben we daar familie die we hier zien? Zien we die daar ook? Hoe gaat dat? Ja, inderdaad. Je hebt huizen waarvan de baksteen, als het zo mag noemen, de baksteen van goud, de baksteen van zilver. Aan tussen, die tussenvoegsel is van muskus. Dat zijn de huizen van... Het is niet van steen, hè? Het is van... Het is gewoon goud. Goud, steentje van goud, een steen van zilver. En tussen de geur van tussenvoegsel is de muskus. Subhanallah. Ja, de grond, het zand is van muskus en safraan. Dus qua kleur, qua geur. Ja. Grind is wit van kleur. En de witte... Wordt dat zo beschreven allemaal? Zo beschreven door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En je hebt al-Ghuraf. Je hebt bijvoorbeeld... al-Ghuraf zijn hooggelegen huizen. Mm-hmm. Dus je kijkt zo omhoog, ik zie de hooggelegen huizen. Zoals je hier op aarde een huis ergens op een berg of op een heuvel ziet. Dus diegene die beneden is, die kijkt naar die huizen. Die huizen lijken alsof een ver afgelegen ster. Alsof je alleen... Het licht van die ster zit. Subhanallah. Zo hoog zitten ze. Alsof je nu naar de sterren helemaal kijkt. Van de binnenkant zie je de buitenkant. Van de buitenkant zie je de binnenkant. Je kan doorzichtig, je kan er doorheen kijken. Zo heeft de profeet sallallahu alaihi wa sallam deze al-Ghuraf. Zo worden ze huizen. Dat zijn hooggelegen huizen. Je hebt naast al-Ghuraf heb je al-Qusur, paleizen. Paleizen. Dan heb je sallallahu alaihi wa sallam en zag Omar in een paleis. Hij wil binnenkomen, toen dacht de profeet sallallahu alaihi wa sallam, dit is het paleis van Omar. Ik schaam me. Hij dacht aan de eer van Omar. Is van hem, dit? Hij dacht aan al-Ghira, die zie je jaloezie. Misschien van Omar. Misschien vrouw van Omar. Hij dacht, dit is Nabi Sallallahu. Hij dacht aan Omar, ik kom niet binnen, want het is het paleis van Omar. Subhanallah. Omar zei, ja, Rasulallah, moet ik al-Ghira voor jou, moet ik die eer opkomen voor u? Ja. Met andere woorden, Khadija ook. Khadija is ook zo'n paleis beloofd. Khadija radiyallahu ta'ala anha. Khadija is de eerste vrouw van de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, die hem steunde, financieel, emotioneel, alles. Ja, ja. En dat was in het beginfase van de islam. En Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril een dag, subhanallah, op een dag kwam Jibril naar de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, en hij zei, Khadija is onderweg met iets in haar handen van eten of drinken, wat ze heeft, waarschijnlijk een pan of een bak met eten. Toen zei Jibril tegen de profeet, als ze komt, doe haar van mijn Heer van Allah de salam en van mij ook de salam. Wow. En verblijd haar, kijk, en verblijd haar met qasrun min qasabin fil jannah. En verblijd haar met een paleis van parels. Paleis gemaakt van parels. In Jannah. In Jannah, dit is voor Khadija. Naast dus die hooggelegen huizen, al-Ghuraf,
paleizen heb je ook tenten. Als je hoort tent, denk je gelijk aan tenten. Van stof en dergelijke. Deze tenten zijn van parels gemaakt. Een parel, die tent is een parel. Een holle parel. De tent is een holle parel? Een holle parel. Spannend. De tent. Dus kunnen we kinderen krijgen in het paradijs? Of? Dat is een goede kwestie, inderdaad. Geleerden verschillen van mening. Het is niet iets wat vaststaat. Ja. Ik volg toch de mening dat er geen kinderen zijn in het paradijs. Ja. Over de kinderen, nakomelingen. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, nakomelingen die hun ouders volgen in het geloof, dus hetzelfde geloof hebben, ja, die zullen subhanallah zich aansluiten bij hun ouders. Dus als de kinderen een lage niveau van het Jannah zitten, ja, lage graad van het Jannah, ja, daraja, ja, dan zullen zij subhanallah opgeheven worden naar hun ouders, naar boven, als hun ouders boven hen zitten. Dus mocht mijn vader of moeder in Jannah al-Firdaus zitten? Ja. Dan mag je je voegen bij je ouders. Subhanallah. Een aansluiting bij je ouders. Oh, dat is prachtig. Ja, ja, dat is mooi. Eten en drinken, is daar iets over beschreven? Of wat? Ja, zeker. Eten en drinken. De eerste die binnenkomen, ten eerste. Mm-hmm. Je hebt die eerste ontvangst. Ja, als je gasten hebt, die afgevaardigden. Ja. Hoe word je ontvangen als afgevaardigde? Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam zei, ze krijgen ziyadat kabid al-noon. Ziyadat kabid al-noon is dat een deel van een lever, extra lever, mm-hmm, van een vis. Oké. Okay. Dat is hun eerste maaltijd als ze binnenkomen. In het paradijs. Daarmee worden ze ontvangen in het paradijs. Subhanallah. Een vis van het paradijs, niet van de... Ja, vis dus van het paradijs. Vis van wat voor vis? Allahu a'lam. Ja. Raak je vol? Je raakt niet vol. Want als je vol raakt, betekent dat je hebt geen trek meer. Je raakt niet vol, maar betekent ook niet dat je honger hebt. Je hebt geen honger, maar er is geen honger, geen dorst. Maar ja, raakt ook niet vol. Waarom? Eten is gewoon een lust. Het is een genot. Constant blijven genieten. Constant eten, 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 eten. Je vraagt je af, waar gaat dat eten heen? Wordt dat niet uitgeschreven? Ja, ja, moeten we naar de wc? Er is geen toilet, want er is geen ontlasting. Er is ook geen urine. Geen snot, geen spuug. Er is helemaal niks. Geen ziektes, helemaal niet. Geen kwalen, geen aandoeningen, helemaal niks. Geen overgewicht. Je eet, je eet, je eet, je eet. Uiteindelijk wordt het uitgescheiden. Je transpireert. Ja? En dat wordt subhanallah in de vorm van de muscus. Zo. Dus alles wat je uitscheidt, komt uit je lichaam. Je zweet het uit, maar die zweet, die geur is muscus. Zo. Ruikt lekker. Als wij in de Jannah zijn, ja, moeten wij nog bidden? Moeten we nog de dingen doen die we hier op aarde deden? Moeten we nog vasten? Moeten we nog Allah aanbidden? Of hoe zit dat? Er is niets bekend over bidden, over het gebed. In de zin van dat je dingen verplicht bent om te doen. Maar wat bekend is dat er een dhikr is. Een vorm van een dhikr. Of het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih wa tahmid. Ja. De geleden gingen subhanallah zich afvragen waarom er een tasbih is in het paradijs. Want tasbih, gedenken van Allah, hoort toch hier. Ja. En daarvoor krijg je zeg maar het paradijs als loon. Ja. Maar het is, subhanallah, ze zeggen, het is niet bedoeld als een verplichting. Maar dit wordt jou ingegeven, het wordt jou geïnspireerd. Zoals jij nu ademt, gaat automatisch zo ook verheerlijken van Allah. En lofprijzen van Allah gaat automatisch. Alsof je ademt, zoals je nu ademt in dunya, in dit leven. Zo ook het verheerlijken van Allah, lofprijzen van Allah gaat automatisch. Zit in je systeem? Het systeem. En het is een genot ook. Omdat je Allah subhanahu wa ta'ala hebt leren kennen, hebt gezien. Je gaat genieten om hem te verheerlijken en om lof te prijzen en om te gedenken. Het is dus een onderdeel van die genieten van het genot in het paradijs. Je zegt, we hebben Allah gezien. Hoe bedoel je? In de dunya en dit wereldse leven. Ja. Is dat ons onthouden om Allah te zien. Maar in Jannah zullen gelovigen, ja, zonder twijfel Allah zien. Kijk, we hebben het nu tot nu toe over de huizen van het paradijs, over de vruchten, misschien over nog zo meteen over de kleren van het paradijs. Maar de allergrootste genot, intense genot, de beste genot, is toch het zien van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is het beste wat je kan overkomen in het paradijs. Het allerhoogste, het allergenietingen van alles wat je kan doen, wat je kan alles zien. Alles wat je kan doen is het zien van Allah subhanahu wa ta'ala. Het mooiste wat er is. Het mooiste waar je intens van geniet in het paradijs is niet van de huizen, is niet van het eten, is niet van die honing, van de wijn. Nee, Allah subhanahu wa ta'ala zien. En de mensen die naar de hel zijn gegaan, Jahannam, die zullen Allah niet zien? Nee. Ze worden afgeschermd van Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die in de hel is daarvan afgeschermd van dit intense genot. Het is misschien nog wel de grootste straf.
Dat is wel de grootste straf. Wat je kan overkomen is dat je onthouden wordt. Ja, ontnemen wordt om Allah te zien. En dat is, subhanallah, een straf op zichzelf. Een straf. Wujuhun yawma'idin nadira ila rabbiha nadira. Gezichten zijn stralend. Kijkend naar hun Heer, subhanallah. Omdat ze naar hun Heer kijken, ja. Hun gezichten stralen. Stralen omdat ze intens genieten, subhanallah. Genieten van het zien van Allah subhanahu wa ta'ala. Je hebt één sora waar ik wel eens mee bid. La tasma'u fiha laghiya, fiha aynun jariya, fiha sorur. La tasma'u fiha laghiya, fiha sorurun marfu'a wa akwabun mawdu'a. Dat beschrijving van het. Ja, dat beschrijft een aantal dingen in het paradijs. Vruchten, sorurun marfu'a, lichtstoelen die hoog zijn, weet je, ja. Echt hoog. Voorstel een koning, weet je, hoe zit een koning in? Niet normale stoel. Ja. Hij vertoeft, is aan het genieten. De houding is een achteroverleunend. Hè? Hij moet tekken in, achteroverleunend. Want je was echt, je bent gezetteld. Genietend. Je bent genietend, ja. Zorgeloos, op je gemak. Geen verdriet, geen kommer en kwel, helemaal geen zorgen, geen zorgeloos. Zorgen. Dus dat is die houding, subhanallah, sorry de marfu'a, al-ara'ik, mutakina al-ara'ik. Dus zij zijn achteroverleunend op die rustbanken. Ja, op de rivieren in Jannah bijvoorbeeld, je hebt de huizen waaronder rivieren stromen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Rivieren zonder bedding, het is gewoon rivieren stroomt zonder de bedding, zonder die oppervlakte. Onze rivieren stroomt zonder bedding. De oevers daarvan zijn van holle parels. Wat heel veel mannen ook misschien wel interessant zullen vinden. Ik hoor vaak Hoor al-Ayn. Hoor al-Ayn. Ja, interessant onderwerp voor de mannen. Voor de mannen, inderdaad. Ja, Hoor al-Ayn zijn de vrouwen van het paradijs zelf. De vrouw van het paradijs zelf. Die Allah subhanahu wa ta'ala heeft geschapen voor het paradijs. Een man, één gelovige in het paradijs, één inwoner van het paradijs, die zal minimaal 2 Hoor al-Ayn krijgen. Dus dat zijn gewoon vrouwen die nooit op aarde zijn geweest? Nooit op aarde zijn geweest. Alleen hebben nooit gemeenschap gehad met niemand. Niet van de djinn, niet van de mens. Niet. Niet. Ja. Niemand. Nog nooit aangeraakt door wie dan ook. Die zijn gewoon die zijn, die zijn echt alles gaan tellen. Ze heeft hen een maagd gemaakt. Ja, liefdevol naar hun mannen. Hetzelfde gelijke leeftijd. Geen leeftijdsverschil tussen hen. Hoe oud zijn we? Hoe oud zijn we eigenlijk daar? 33. 33. Iedereen is 33. Dus je gaat niet binnen als een oude man of oude vrouw. Dus mijn vader, als ik mijn vader in de Jannah tegenkom, ben ik 33. Mijn vader is 33. Mijn opa is 33. Mijn kinderen zijn 33. Iedereen. Want er is geen ouderdom in het paradijs. Geen ouderdom, geen verdriet, leed, ziektes. En zo ook ouderdom ook niet. Je 2 Hoor al-Ayn, die krijg je minimaal zeg je. Ja. Shuhada, zoals je wilt, martelaren. Die zullen 72 krijgen. Ja. Ja. En je eigen vrouw dan? Is die daar ook? Inderdaad, je eigen vrouw. Ja. Dus als jij bent getrouwd, dat is jouw enige vrouw. Als zij sterft, jij sterft en jij behoort tot mensen van het paradijs. En zij behoort tot mensen van het paradijs. Ja. Dan zullen jullie verenigd worden. Dan ben je ook de... Dan is zij ook jouw vrouw. En de geleerde inderdaad even... Ja. Geleerde zeggen, wie is nou beter? Hoor al-Ayn? Ja. Het is interessant om te weten. Van het paradijs. Hoor al-Ayn of jouw de vrouw. Of jouw vrouw die uiteindelijk het paradijs binnenkomt. Ja. Heel veel geleerden zeggen, deze vrouw. De vrouw die hier op aarde is veel beter qua schoonheid, qua karakter. Is veel beter dan Hoor al-Ayn zelf. Want Hoor al-Ayn had niet te maken gehad met beproeving. Nee. Deze vrouw had te maken met beproeving. Die moest beproevingen doorstaan. Ja. En daardoor is het paradijs binnen. Die is bij Allah subhanahu wa ta'ala veel beter dan Hoor al-Ayn zelf. Of gescheiden vrouwen, zien die hun... Een vrouw die met meerdere mannen was getrouwd geweest. Ja. Ja, door overlijden is ze daarna misschien hertrouwd. Juist. Of echt scheiding is ze daarna hertrouwd. Daarover bestaat een meningsverschil onder de geleerden. Met wie komt ze samen in het paradijs? Ja. Sommige geleerden zeggen met de beste onder die mannen. Qua karakter, qua akhlaq. Subhanallah. Met de beste. En sommigen zeggen met de laatste. Met haar laatste man. Oké. Veel geleerden volgen deze mening ook dat haar laatste man, als hij zelf natuurlijk ook paradijs binnenkomt, wordt hij haar man. Ja. Stel, ik ben in Jannah, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, en ik zie bijvoorbeeld mijn vrienden niet, of mijn familieleden niet, of zal mijn Jannah daardoor minder zijn als ik denk van waar is mijn kind, of waar is mijn opa, of waar is mijn...
als die djinnen niet zouden halen of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat zou toch heel verdrietig zijn, of niet? Ja, het lijkt daarom... Het paradijs, als je eenmaal paradijs... jouw gevoelens wat je hier hebt... kun je niet vergelijken wat er in paradijs is. Als je snapt wat ik bedoel. In paradijs, Allah subhanahu wa ta'ala verandert alles in de mens. Alles. Dus de leeftijd, de lengte... Ja. Zag het zelf, de lengte, 60 armlengtes... zoals onze eerste mens, onze vader. Een stuk langer. Ja, langer. Ja. Dus alles verandert. Dus die wrok, die nijd, alles wordt uit het hart weggenomen, weggehaald. Ja. Dus je denkt daar niet eens aan, omdat je zelf in het paradijs bent. Dus je bent zelf in het paradijs. Dus je denkt niet van over. Ja, want als dat die gedachte ertoe leidt dat je dan uiteindelijk verdrietig wordt, ja. Dat is er niet in het paradijs. Kijk, als het gaat om moslims, hebben we het over moslims? Moslims, niet? Ja. Moslims. Ja. Moslims onderling, jij zegt misschien een vriend van mij, of een vader van mij, of een zoon van mij, of een dochter van mij, die zie ik niet, die is de hel. Ja. Daarover zeiden we, als de moslims, de muwahideen, in de hel komen, dan komen ze tijdelijk. Ja. Dan kunnen heel verschillende mensen, maar ook verschillende schepselen, kunnen eigenlijk bemiddelen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Kijk, Nabi sallallahu alayhi wa sallam is de eerste die bemiddelt. Hij zal er heel veel van de moslims uit de hel subhanallah redden. Onze profeet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, shafa'a, zal bemiddelen, voorspraak doen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Overige profeten zullen bemiddelen. De engelen zullen bemiddelen. De gelovigen zullen bemiddelen. En natuurlijk dus ook de familieleden zullen bemiddelen voor hun mensen die in de hel zijn, uiteindelijk. Maar ook Allah subhanahu wa ta'ala zelf bemiddelt bij zichzelf. En hij willigt zelf zijn bemiddeling in. Subhanallah. Uiteindelijk Allah subhanahu wa ta'ala. Dus zou ik, zonder dat ik dat een slecht gevoel heb in Jannah. Ja. Dus dan het slechte gevoelens zijn er niet. Ja. Maar ik zou wel kunnen aan Allah kunnen vragen van, absoluut. Mag ik mijn vader hier erbij absoluut. Halen? Mag ik absoluut. Mijn zoon... Zonder met, zeker. Zeker. Dat is wel een mooie gedachte. Dat is een hele mooie gedachte. En die kans is er, die mogelijkheid is er om te bemiddelen bij Allah subhanahu wa ta'ala voor een muwahhidu. Betekent ook voor moslims. Ons. Mochten wij het niet redden, mogen alle behoeden. Maar dat iemand voor ons ook. Stel dat als wij het niet redden, dan zijn er ook, zoals Nabi sallallahu alaihi wasallam, de engelen, de overige gelovigen, die zullen bemiddelen voor de gelovigen. De laatste die paradijs binnenkomt. De laatste die het paradijs binnenkomt, is iemand die gered is van de hel. En dan de laatste die uit het paradijs komt, die zal het paradijs binnenkomen. En Allah subhanahu wa ta'ala zal zeggen, wens jij om de koningschap van een van de koningen van de dunya willen krijgen? Hij zal zeggen, ja zeker, o Allah. Hij zegt, voor jou een gelijke. Daaraan, in het paradijs. Ja. En gelijke daaraan, nogmaals, gelijke daaraan tot 5 keer. Toen zei deze man, genoeg. Ik ben tevreden hiermee. Toen zei Allah subhanahu wa ta'ala, je krijgt 10-voudige van de koningschap, van de koning van de hele dunya. En dat is de laatste. Dus de laatste persoon die vanuit de hel naar de hemel gaat, daarvan kan je ook zeggen dat hij de laagste rang van de hemel krijgt. Dat is de laagste rang van de hemel. En kijk wat de laagste rang van de hemel is. Dat is 10 keer? 10 keer. De koningschap van de koning van de dunia, van deze dunia, van deze wereld. Dus al hun paleizen. Eigenlijk hele dunia, zoals hele dunia vanaf haar begin, van het bestaan van de dunia tot nu. Het tienvoudige daarvan krijgt hij. Dus het tienvoudige van wat we hier op aarde allemaal kunnen voorstellen. Van de hele aarde, van begin tot einde. Dat is het laagste. Deze man die zal ook tegen Allah subhanahu wa ta'ala zeggen. Ja Allah, maakt u mij belachelijk. Hij denkt dat Allah subhanahu wa ta'ala hem belachelijk maakt. Dat hij voor de gek houdt. Allah subhanahu wa ta'ala lacht op dat moment. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam lachte. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala lacht om deze uitspraak van deze persoon. Die man dacht dat echt. Die dacht van dit is te groot, te mooi bedoel je. Het is te mooi. Het is te mooi subhanallah. Wat ik een enge gedachte vind is die man die zegt van dat de laatste is die dan uit de hel komt. Betekent dat dan dat de rest van de mensheid voor eeuwig in die hel zal blijven? Voor eeuwig, ja. Voor eeuwig. En de hoedanigheid, hoe ze eruit gehaald worden, helemaal gestorven, dood, die eruit gehaald worden als kool. Zwarte kool, subhanallah. Ja. Uiteindelijk zullen zij langs het water, subhanallah, stromen. En dan zullen ze bloeien, zoals een plant bloeit, zo zullen ze bloeien, subhanallah. Ze worden jahannamiyin genoemd, subhanallah, al-hadith. Zo worden ze uiteindelijk bloeien, totdat ze, subhanallah,
leven terugkrijgen om uiteindelijk... En dat water zullen zij gereinigd worden en dan komen ze de paradijs binnen. Dus de rest die bleef, die in Jannah blijft, dat zijn de mensen die niet in de eenheid van God geloven, de la ilallah. Nee, en niet in de boodschappers, niet in de profeten. Nee, vanaf Adam. Ja, vanaf Adam tot en met Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Die niet geloofde, niet in Allah, in de eenheid van Allah, en niet in de boodschappers. Misschien is dit een gekke straat die ik inga, maar misschien voor de kijkers. Ja. Misschien zijn er mensen die al een tijdje naar islamitische video's kijken, naar mijn kanaal, die geen moslim zijn. Maar die wel bijvoorbeeld deze video's kijken en het heeft wel impact op ze. Op een van de rare manieren, je hebt heel veel mensen die mij mailen en zeggen ik ben geen moslim, ik ben geen dinges, maar ik kijk jouw video's, maar ik vind ze toch bijzonder. Het raakt ze in hun hart. Wat je net zei is, als je dus niet in de eenheid van Allah geloofde en als je dus niet in het hiernamaals geloofde, dan zul je dus nooit meer uit die hel komen. Ja, dat is enge gedachte. Enge gedachte. Ik dacht misschien voor die kijkers, die ergens misschien geraakt zijn door deze video's, of ergens misschien, hoe kun je ze misschien overtuigen? Misschien dat ze in ieder geval gewoon geloven, gaan geloven, of dat ze in ieder geval gewoon bij de groep gaan horen, die in het ergste geval als laatste uit Jehennem komen, bedoel ik. Dat je in ieder geval niet bij de groep hoort die voor eeuwig in de hel blijft. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. In ieder geval redding. Dat redding en uiteindelijk het paradijs binnen mag komen. Ja, dus kijk, heel veel zullen mij nu helemaal voor gek verklaren. De kijkers zeggen van, hè, weet je, die niet geloven. Die zeggen, maar misschien zijn er een paar tussen die denken van, nou weet je wat, dat wil ik dan toch wel gaan geloven. Alleen maar om gered te worden. Ja, ik snap wat je bedoelt. Tuurlijk. Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk als je gewoon heel helder nadenkt over het doel van het leven. En vanaf echt het begin van de schepping tot nu heeft Allah subhanahu wa ta'ala altijd boeken geopenbaard, neergezonden. Maar ook profeten, boodschappers gestuurd. Om dit eigenlijk te realiseren. Weet je? Van, ik wil jullie leiden naar het paradijs en waarschuwen voor de hel. En dat is eigenlijk de taak van de profeten geweest. Ja. De mensheid altijd waarschuwen voor de hel. En altijd proberen te leiden naar het paradijs. De weg wijs maken naar het paradijs. Dat is de weg van de profeten. Van de profeten. En Musa, diegene die Musa volgde, die zullen het paradijs binnenkomen. Diegene in hun tijd die Isa, Jezus volgde, zullen het paradijs binnenkomen. En ook Mohammed sallallahu alaihi wasallam, na de komst van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, accepteert Allah geen andere godsdienst dan de islam. Dan de islam. De islam is universeel. In de zin, hij is niet tijdgebonden, niet plaatsgebonden. De boodschap van de profeet sallallahu alaihi wasallam is niet alleen voor de Arabieren, voor Arabieren, niet Arabieren. Voor iedereen. Voor iedereen. Dus en wat is de boodschap van de islam? Heel simpel. Geloven dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En dat Mohammed zijn boodschapper is. Dus je erkent de alleenrecht van Allah, het alleenrecht van Allah op aanbidding. Dus niemand, geen profeet, geen engel, geen priester die aanbeden mag worden. Nee. Geen heilige, behalve Allah. En dat Mohammed zijn boodschapper is. Dit uitspreken. Overtuigd zijn van, dit is jouw redding. Dit is de redding. Ik ken ook genoeg gevallen, ouderen die tijdens het sterven dit hebben uitgesproken. Tijdens het sterfbed. Tijdens het sterven. Net het laatste moment van hun leven, subhanallah. Uiteindelijk, Allah heeft hen geleid om een shahada uit te spreken, om te geloven in de eenheid van Allah, subhanahu wa ta'ala, en de boodschap van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Kun je voorstellen, hun leven lang waren zij ongelovig geweest, erkenden de eenheid van Allah niet, het alleenrecht van Allah op aanbidding en Mohammed zal de boodschap van. En dan dat laatste moment van leven spreken ze shahada uit en dan komen ze in het paradijs binnen. Bijzonder hoor. Het is bijzonder. Kun je met Allah praten of niet? Allah praat natuurlijk. Allah praat. Kun je met Allah praten dan? Natuurlijk, er is zeker een gesprek met Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. At-tardawn Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ja ahl al-jannah. Labbeek wa sa'deek wa al-khayru bi yadeek. Ja Allah, wij zijn aan al oor, wij gehoorzamen, oh Allah, al-khayr en al het goede is in uw handen, oh Allah. Haraditum, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, zijn jullie tevreden? Ja. Wa ma lana la narda ya Rabbana. En waarom zouden wij niet tevreden zijn, oh Allah? Ja. U heeft ons datgene gegeven wat u nooit aan anderen hebt gegeven. Dus u hebt alles gegeven. Ja. Dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, ik geef jullie meer dan dat. Maar wat is er meer dan dat? En uhilla alaykum rida. Dat ik tevreden over jullie zal zijn. Dat is het grootste winst. Dat ik voorgoed tevreden over jullie zal zijn. Nooit ontevreden over jullie zal zijn. Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen de mensen van het paradijs. Zal ik jullie
extra geven? Ja, Allah, vragen ze verbaasd. Heeft u ons niet onze gezichten wit gemaakt, stralend gemaakt? Ja. Ons het paradijs binnengelaten, ons gered van de hel? Zijn ze Allah subhanahu wa ta'ala zeggen, ik zal jullie meer geven. Ja. Wat is het meer? Allah subhanahu wa ta'ala haalt die afscherming, die afscheiding weg. Hijabuhu nur, zijn afscheiding is licht. Hij haalt het weg en dan mogen ze kijken naar Allah subhanahu wa ta'ala. Poeh, want dat is de... Dat is wat we allemaal voor doen uiteindelijk. Dat is echt het top. Daar zou je echt naar moeten streven, naar Allah subhanahu wa ta'ala. Je staat daarvan verstoken in dit wereldse leven. We mogen Allah niet zien in dit wereldse leven, maar je moet er naar streven. Jouw Heer, jouw Schepper. Zijn hijab, subhanallah, zijn afscheiding is licht. Zijn afscheiding is slecht, laat staan het licht van Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn gezicht is onvoorstelbaar. Is onvoorstelbaar, is het mooiste wat er is. Is het mooiste wat er is. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons dat te geven. Allahumma. Zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt, laddata an-nadari ila wajhika al-karim. En hij zegt, ja, o Allah, geef mij het genot om naar uw gezicht te kijken. Genot. Schenk mij dat genot om naar uw gezicht te kijken. Laddata an-nadari ila wajhika al-karim. Dat is een van de du'a van de profeet sallallahu alaihi wa sallam tijdens zijn leven. O Allah, schenk mij dat genot. Het genot om naar u te kijken. Nou, edele gezicht. Dat is het mooiste wat er is. Als jij Allah vraagt, vraag hem dit. Vraag hem om. Je zegt het huizen, inderdaad, dat is een genot. Maar daarbovenaan is het zin van Allah subhanahu wa ta'ala. Kunnen we ook onze profeten, onze geliefde Mohammed, maar ook andere profeten, Isa, Musa alayhi salam, kunnen we die ook ontmoeten? Kunnen we met ze praten? Kunnen we met ze... Je kan ze ontmoeten, zeker weten. Je kan ze ontmoeten. Je kan Nabi sallallahu alaihi wasallam een gezelschap van de profeet sallallahu alaihi wasallam zijn. Ik verwijs toch naar een verhaal van een sahabi tijdens het leven van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Was Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Dat was zijn naam. Wat hij deed, hij was in dienst van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Als de profeet iets nodig had, dan bracht hij naar de profeet. Op een dag was hij op de profeet aan het wachten voor de voordeur. En Nabi sallallahu alaihi wasallam vroeg hem om water te brengen voor de wudu, om de wassing te verrichten. Ja. Dus Rabi'a brengt dat water naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. Op dat moment zegt Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi'a, heb je misschien wensen? Kan ik iets voor jou doen? Nabi sallallahu alaihi wasallam wilde iets terug doen. Ja. Kan ik iets voor jou doen? En deze man, Rabi'a, behoorde tot de arme personen van Muhajirun. Van de Muhajirun die emigreerden van Mekka en Medina. Ja. Hij was een arme persoon. Je zou denken, deze man is arm, dus hij vraagt iets van het dunya. Een bezit, een rijdier of iets dergelijks. Maar subhanallah, hij zegt, Uridu murafaqataka fil jannah. Ik wil een gezelschap van u zijn in het paradijs, ya Rasulallah. Awa ghayra dalik, niks anders? Dit is het enige wat ik, dat is mijn wens. Een gezelschap van u zijn, ya Rasulallah. Toen zei de profeet, sallallahu alaihi wasallam, fa'a'inni ala nafsika bi katrati sujud. Help mij tegen je nefs door veelvuldig sujud te verrichten. Dus veelvuldig te bidden. Dus investeer in het gebed, bid veelvuldig. Uiteindelijk zal dat de aanleiding zijn om samen met mij te zijn in het paradijs. Maar hij gaf hem een opdracht, doe je best. Inderdaad, Nabi sallallahu alaihi wasallam kon zeggen, oké, je zal samen met mij zijn. Maar Nabi sallallahu alaihi wasallam leert ons om zelf iets te doen. Mooi is dat. Ja. En daarom, doe datgene wat je moet doen. Ja, doe de sabab. Doe de sabab. En de salah is sabab. Echte salah is gewoon sabab. Nummer 1, na het tawhid is salat, het gebed. Investeer in jouw gebed. Het gebed brengt jou niet alleen in het paradijs, maar brengt jou in het bijzijn van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ja. Barakallahu fik voor je verhaal. En ik hoop dat de kijkers nieuwe stimulans hebben gekregen om nog harder te werken voor onze akhira. Vandaar dat is waar we het uiteindelijk voor moeten doen. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te verzamelen in het paradijs. Amin. Allahumma. Onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khair.